Dus uw vraag was, wie is Johan Crete? Dat is een heel vreemde vraag, want weet u wie u bent? Heeft u enig idee wat er binnen omgaat in uw hoofd, in uw hart en uw onderbuik? Ik weet het absoluut niet. Dus deze tentoonstelling die heet De Storm. En u kan zich afvragen welke storm. Is dat natuurevenement wanneer de hemel donker wordt en het plots begint te regenen. En waar het een aantal minuten later weer voorbij is en alles rustig wordt. Maar voor mij is de storm iets complexer. Het is niet alleen de natuurstorm, het is ook de storm binnenin mij. Er is een innerlijke storm. Er is een storm tussen u en mij. Er is een storm tussen man en vrouw. Er is een storm tussen een moeder en een zoon. En dan misschien is er ook een storm, zeker vandaag, in de maatschappij, in de wereld rond ons, waar geen enkele grens vast ligt, waar alles altijd in beweging is. En de tentoonstelling, onder mooie, verleidelijke, imposante, bronzen, keramieken of polyesterbeelden, gaat eigenlijk over dat heel complexe verhaal van wat is de storm. De tentoonstelling De Storm zit in vier delen. Die vier delen die maken een grote cirkel hier. Het huis, de moderne hagenkamer, de oude hagenkamer, de reconstructie van de Rubenstuin en het groot veld. En in het midden van dat alles is het oog van de storm. En wat is het oog van de storm? Het oog van de storm is stilte. Sorrow is heel vreemd, want de meeste mensen, als ze dat beeld voor de eerste keer zien, dan zeggen ze, oh Johan, je hebt een hele grote arend gemaakt. En sommige mensen zijn dan een beetje, die zeggen, ja, zo'n grote arend, wat wil je daarmee zeggen? En dan zeg ik altijd, ja, maar kijk eerst eens twee keer. En dan plots zeggen mensen, eigenlijk heb je gelijk, dat is geen arend. Want die vorm, die doet u misschien wel denken aan een arend. Die doet u denken aan een roofvogel. En die roofvogel die heeft een link met Napoleon en met Julius Caesar en de Duitsers. Eigenlijk is het eerder een andere soort vogel. Misschien denkt u aan een aalscholver. Misschien denkt u aan een hybride vogel die iets vertelt over macht. Dus hier ook weer, kijk naar de achterkant. Het is grappig om te denken dat zo'n beeld, zo'n massief beeld als Pliny's Sorrow, eigenlijk ontstaat als een klein beeldje in keramiek. En dat ik dan in mijn hoofd en in mijn atelier een paar jaar meesleep. En waar ik een dag dan beslis van, Johan, je bent helemaal gek, want het gieten van zo'n beeld, dat kost mij de prijs van een huis. Maar ik zeg dan, nu gaan we hem maken en we gaan hem gieten. En hij weegt 2000 kilo, hij is 4,50 meter hoog. En ik weet niet waar ik hem naartoe ga brengen na de expositie, maar hij bestaat als een enorm symbool van onze relatie tot de macht. In de tentoonstelling hier in Middelheim zitten ook een flinke dosis nieuwe beelden die nog nooit ergens anders getoond zijn.
Onder andere hier Massu 1 en Massu 2. Twee heel abstracte, hermetische beelden die een link hebben met de geschiedenis van de beeldhouwkunst, maar die ook iets hebben te maken met macht en onderlinge relaties. En daarvoor moet u van deze kant naar deze kant komen. Nu ziet u plots dat Massu 1 en 2, die daarnet kort bij elkaar leken te staan en waar de zwarte groter leek als de witte, nu plots in omgekeerde verhouding staan en mijlenver uit elkaar zijn. Ik hoorde heel vaak het woord de bakermat van de beschaving. De bakermat van de beschaving, we hebben dat allemaal wel eens gebruikt. Maar wat is de bakermat van de beschaving, weet u dat? Je vindt dat bij Breugel of in oude 17e-eeuwse schilderijen. En dat is een soort van grote hondenmand die voor de haard stond en die diende voor het bakeren van een kind. Toen heb ik gezegd, kunnen we die bakermat gaan laten hercreëren? Die heb ik laten vlechten door iemand in het noorden van Nederland, naar de modellen van Jeroen Bosch. En daarvan hebben we dan een facsimile gemaakt in brons. Dus dit is een gigantisch gewicht in brons, in evenwicht op deze primitieve vorm. En het gaat eigenlijk over de bakermat. De bakermat, onze roots, waar komen we vandaan? De man, de vrouw, de vruchtbaarheid en onze geschiedenis. Hier staan we bij de ingang van het vierde bedrijf. Dit is de reconstructie van de Rubenstuin. En ik heb de Rubenstuin gebruikt die zo strak als een soort van klein labyrint. En daarin staan allemaal beelden die iets te maken hebben met het onderbewuste. Dus er staan dingen uit een kunstkamer, elementen uit de diepzee, vrouwen uit Miami en ga binnen. Dit beeld, deze bank, die heet Le Banc des Amoureux. En Le Banc des Amoureux die heeft een tijd gestaan in Regent's Park in Londen. En wat ik geweldig vind, is dat mensen als ze hierop komen uitrusten na de wandeling door het park, nog eens de beelden kunnen bekijken van ver. Maar wat ook heel leuk is, is als mensen foto's nemen van zichzelf, of van hun vrienden, of van hun amoureux, en die dan zetten op Facebook. En waarom niet op de webpage van het Middelijnmuseum? Dat zou fantastisch zijn. Zo zie ik ook hoe mijn beelden leven als ik ergens anders ben.